Hallo mensen van GamesXL en welkom bij deze nieuwe video. En vandaag zitten we weer op Singleplayer Season 4. En ik heb offscreen heb ik een beetje gecaved. We zijn een beetje met de villagers verder gegaan. En gecaved heb ik eigenlijk tijdens de livestream gedaan. En ik heb hier een slime chunk gevonden. Oh my god, super awesome. Yep, oeh, witch. Ik haat jouw witch. Ik haat iedere witch die ik tegenkom. Dus hier gaan we een slime farm van maken. En dan zou je vast wel eens een keer afvragen. Maar Tommy, waarom heb je in godsnaam een slime farm nodig? Voor de villager project die ik wil doen. Wil ik ook wat automatic farms voor hebben. En daarvoor heb ik de slime blocks nodig. Of slime balls. En wat ik ook al een klein deel heb uitgegraven. Nog niet heel groot, maar ja. Hier wil ik dus ook allemaal automatic farms gaan maken. En daar heb ik natuurlijk een slime farm voor nodig. Omdat ik daar sticky pistons en al dat soort dingetjes voor nodig heb. Dus wat wij vandaag gaan doen. Is zijn de voorbereidingen van de slime farm. Jawel. En een van de voorbereidingen is dit. Pumpkins. Yay. Ik heb even snel een hele snelle automatic pumpkin farm opgezocht. Hij is niet super goed. Dit is echt een heel slechte pumpkin farm. Maar goed, hij doet het heel snel als die eenmaal groeit. Ik kan hem wel laten zien trouwens hoe die eruit ziet. Als er eentje groeit. Zo. Dan plaatsen we die hier weg. En dan bloep bloep. En dan komt hij erin. Dus als die groeit dan, dan is dat wel. Dan wordt hij wel automatisch geharvest. Maar we gaan vandaag dus beginnen met het. Hoe heet het? Met het uitgraven van. En omdat ik nu echt 1, 2, 3, 4 village. De villagers, de slime farm en de ondergrondse farms. 4 verschillende projecten tegelijkertijd aan het doen ben. Wil ik wat offscreen gaan doen en wat meer gaan livestreamen hierop. En dan wil ik dit meer gaan livestreamen. Dus dan wil ik meer gaan bouwen aan één ding. Dus dan zou het in één keer zo kunnen dat ik de volgende episode de slime farm al af zou hebben. Dat zou ik dan misschien in een livestream hebben kunnen doen. Ik ga proberen om dat zo min mogelijk te doen. Niet zo van, oké, tot de volgende keer en dan in een livestream alles in één keer afmaken. Dat wil ik natuurlijk niet doen. Dat snap je denk ik ook wel. Maar ja, ik wil wel een deel gewoon, hoe moet ik dit vertellen? Ik wil gewoon een deel in een livestream gaan doen, zeg maar. Dat ik niet 100.000 dingen tegelijkertijd open heb staan en niks meer kan doen eigenlijk. Tijdens non-streams. Dus dat is eigenlijk mijn idee. Dus vandaar. We pakken een paar toortjes erbij. Want we gaan uitgraven voor. Voor de slime farm. Daar hebben we ook wat smoothstone voor nodig, vind ik. Want ik wil het ook wel meteen een beetje mooi maken natuurlijk. Zo. Oh, wow. What the fuck dacht ik toen ik dit ging doen? Wat dacht ik aan? Dat ik een chest maakte of zoiets? Lol. Hout heb ik bij. Mooi. Oké, we gaan nu dus gewoon naar laagje 20 natuurlijk. Of nee, 20 niet. 40. 40. Laag 40. Want daar spawnen de slimes. Op 40 begint de spawn van de slimes. En dan kunnen we naar beneden kunnen we een awesome pad maken. Wat mijn idee ook was, is om hier bij de slime chunk een huisje te bouwen. Waardoor we in een piston, als we op een knopje drukken, dat die piston naar beneden gaat. Dat we naar beneden vallen. En dat we dan ook via een ladder weer terug omhoog kunnen ofzo. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dat is eigenlijk mijn idee. Ik heb hier uitgemaakt, gezet waar dat die ding begon. Dus we moeten hier nu naar laag 40 toe. Dan gaan we even met per 2 doen, want anders ga ik daar sowieso gegarandeerd vallen. En dat wil ik niet. En dan val ik daar in het lava of zo, dus ook niet heel prettig. En dus we moeten naar laag 40 toe. Hier is. Oh nee, dat meen je niet. Is dit. Wat is dit? Wat is dit? Heb je dit uitgegraven? Oh nee, dat meen je niet. Komt dat er serieus net langs af? Yep. Oh, dat is balen. Oh, dat is balen. Oh, damn. Dit is de slime chunk. En dan moet hij ook nog zoveel. Wacht, misschien 40, hè? Dus dan moet hij hier nog naar beneden. Dus dat begint er net onder.
Oh, dat zou awesome zijn. Dat ik hem helemaal, dat het helemaal niet uit zou maken eigenlijk. En wacht, dit moet ik het niet doen, want nu weet ik niet meer precies waar dit chunk begon. Want als ik namelijk niet verder naar beneden ga dan dit, dan maakt het eigenlijk ook helemaal niet uit. Want dan begint de farm er gewoon onder. Oeh, dat zou echt awesome zijn als dat zo is. Als dat het geval is. Oké, hier begint hij. Dus dan is het... Oh, dan denk ik dat het net goed uitkomt. Hoe komt het? Oh, de kopstone. Oh, ik was net wel op de juiste plek volgens mij met het uitgraven. Wow, ik denk dat het echt net langs elkaar afgaat. Want hier begint dan het eerste spawn pad, zeg maar. Vanaf hier. En dan denk ik... Ik denk dat ik net laag genoeg ben. Dat ik er geen last van ga hebben. Oh, dat zou echt awesome zijn. Dat zou echt super awesome zijn. Oké, we gaan even kijken. Deze moet naar 80 toe. Dus dan gaan we eventjes naar de X80 toe graven. 85 al. En dan gaan we hier namelijk even de spawnplatformen maken. En natuurlijk niet te vergeten, meteen dadelijk gewoon even uitlijnen, zeg maar, hoe die precies moet komen. En hier moet hij naar welke 640? Ja, 640 moet hij hierheen. Oeh, dat is chill, deur, dan ga je lekker snel. Nou, graaf je zo lekker snel. Dus ja, we gaan beginnen aan de slime farm. En dan hopen we natuurlijk dat die dat slime farm een beetje goed is. Dat die goed werkt. Zo. Hoppa. Nice. En dan moeten we dit uitgraven. En dan moeten we 3 hoog maken. En dan kunnen er al slimes gaan spawnen. Namelijk tijdens dat we dit bouwen. Nou, waarschijnlijk zouden er niet zo heel veel slimes spawnen. Nou, daar niet van. Maar dan weten we in ieder geval dat dit, zeg maar, is een spawn platform. En dan gaan we ook nu eventjes hier zo. Tot 80. Dan kunnen we meteen helemaal rondmaken. Dat gaan we doen in ieder geval. En dan kunnen we hier ook nog een torch wegzetten. Ik ben nou opnieuw. Ik ben nu trouwens de video van First Look aan het uploaden. Oh mijn god, yep. Hij is nu aan het uploaden terwijl ik dit opneem. Dus als het goed is, is die video al online voordat ik deze video opneem en online zet. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om er een leuke video van te maken. Ik hoop dat mensen ook leuk vinden. Dat de video niet zo is geworden van dat niemand het leuk vindt. En dat is natuurlijk ook niet leuk. Ik bedoel, ja, ik hoop natuurlijk wel dat mensen het leuk gaan vinden. Daarvoor maak je natuurlijk ook een video. Daarvoor stop je er heel veel tijd in. Ik heb echt heel veel tijd in gestopt. Dat is echt niet normaal. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hebben jullie het nog niet gezien? Dan zou ik zeker eventjes mijn kanaal nu aanklikken. En eventjes kijken op mijn kanaal. En zoeken naar naar de video van First Look. En dat is zeker de moeite waard. Dat zeg ik je nu. Ik ben er echt bijna 3 uur mee bezig geweest met het editen van de video alleen. Dan moet je nagaan hoeveel beelden dat ik moest opnemen met op First Look zelf. Ik heb het echt super naar mijn zin gehad daar. Het was leuk. Dus dan is het goed, hè. Als je iets leuk vindt, dan is het ook helemaal niet erg dat je er zo lang mee bezig bent geweest. Dat heb ik dan altijd. Dus dat ik vind het nooit erg om ergens lang mee bezig te zijn, zolang ik het maar leuk vind. Als ik het niet leuk vind, dan... Ja, dan wil ik liever ook zo snel mogelijk stoppen. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Natuurlijk. Dat ik niet de enige ben die dat heeft. Dus dat is dan heel goed natuurlijk. Dat betekent dat ik natuurlijk een normaal persoon ben. Oh mijn god, ik ben gewoon normaal. Ha! Get wrecked. ik probeer zo snel mogelijk torch te plaatsen, guys. Zodat jullie niet in het donker kijken. Ik weet namelijk dat YouTube altijd iets donkerder is dan mijn video's. Het is eigenlijk niet YouTube, het is eigenlijk mijn render settings die ik nog steeds aan moet passen. Maar ja, zodat jullie weten, zoals jullie weten, niet zodat. Zoals jullie weten, ik zit nog steeds nu op mijn stage en het is nogal druk. Dus ik ben blij dat ik iedere dag nog kan uploaden. En ik ben blij dat ik de video had kunnen editen van First Look. Dat kost natuurlijk ook veel tijd. Maar goed, dat vind ik helemaal niet erg. Vind ik leuk, zoals ik net ook al zei. Zo. Oké, we houden nog over. Dat is heel mooi. Maar dit wordt gewoon de eerste laag, zeg maar. Dit moeten we nu helemaal uitgraven. Dus dat moeten we eventjes doen. Ik weet niet of ik fast forward gebruik of zo. Dat zou ik dan... Dat zie ik dadelijk wel. Zou ik dat wel doen? Zou ik dat gewoon doen? Ja, laten we dat eventjes doen. En we zijn zo terug.
time I think of you and I, it takes me to a special place in my mind where we can be together. And I still hope that you'll be mine forever. Even though you're far away, I still know we need to do it. En daar ben ik weer. Oh, en ik had net in één keer keiharde frame drops terwijl ik aan het opnemen was. Dus dat vind ik heel raar. Dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Ja, dat heb ik wel eens gehad natuurlijk. Maar nog niet zo heel erg tijdens het opnemen in deze wereld. Dus dat was eventjes zo van... interesting. Maar goed, als het goed is, nu over. We gaan even omhoog stekken. Want we gaan even pumpkins pakken. En waarom gaan we pumpkins pakken? We gaan pumpkins pakken omdat we dan meteen de pumpkins in de vloer kunnen leggen. Want iedereen weet, dat is niet iedereen, maar ik weet toevallig, dat slimes niet op glowstone of torches kunnen spawnen. Maar wel op jack-o'-lanterns. Dus, dan kunnen we het alsnog verlichten, zodat er niks anders kan spawnen. Maar, dan hebben we wel nog optimale spawn. Oh, er is er nog eentje gekomen. Dat is super. We hebben wel nog optimale spawnplek, zeg maar. Dus dat gaan we eventjes doen. We gaan even wat jack-o'-lanterns maken. En dan gaan we de torch natuurlijk weghalen. En dan kunnen we de ring eromheen uitgraven. Want er moet natuurlijk een 3 breed gat eromheen komen. Waar de slimes uit kunnen vallen. Zodat de slimes naar beneden vallen in de collecting chamber, om zo maar even te zeggen. Waar ze, zeg maar... verzameld worden om daarna door mijn iron golems dood te gemaakt te worden. Mensen denken nu van, waar heb je het over? Ik heb namelijk ooit een keer een slime farm tutorial gemaakt. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Die staat nog steeds op mijn kanaal. Alleen de link is een beetje outdated. Ik dacht dat ik hem al wel weer veranderd had. Dat weet ik niet zeker. Maar volgens mij wel. Dus ja, de link zou het als goed is ook weer moeten doen. En anders ga ik dat vandaag nog eventjes nakijken of de link het weer doet in de beschrijving, zeg maar. De link in de beschrijving van die ene video. Want daar had ik namelijk uitgelegd hoe je makkelijk een slijmvorm kan maken. Met de tutorial van DocM77 onder andere. Maar ik heb zelf dus ook een tutorial gemaakt in het Nederlands. Voor de mensen die niet zo goed Engels kunnen, heb ik dat toen gedaan. En veel mensen vonden het super vet. Super fijn dat ik het gedaan had. En daarvoor doe ik het natuurlijk. Oké, 1, 2, 3. Misschien hier. 1, 2, 3, 4. Oh, wauw. Dit is een 4x4 natuurlijk weer. Hè? Ja, misschien dat ik dan... gewoon een 4x4 maak. Gewoon om het... centraal te houden, om het echt gewoon in het midden te houden, zeg maar. Ja, laten we dat doen. Dat is misschien wel het slimste. Oké, en dan moeten we hier eigenlijk een soort van kanaal dus uitgraven, waar de slimes in kunnen, waar de slimes in vallen in ieder geval. Om ze daarna naar beneden te halen, om ze daar te collecten. En dit wordt 3 diep. En dan 3 tussen iedere spawnplateau moet er 3 blokjes hoog ruimte zijn. Waarom moet dat? Zodat er ook de grote spawns natuurlijk kunnen slimen. Want die zijn 3 hoog. Dus dan kunnen ze de grote spawns kunnen slimen. Wat? De grootste slimes kunnen spawnen. Wat? What the fuck zei ik? Dat sloeg echt helemaal nergens op, Tommy. Oh, wauw. Dat was echt heel dub. Sorry. Oh, zo grappig. Maar in ieder geval... en zodat de grote slimes ook kunnen spawnen. En 3 breed hier, omdat dan de grote slimes er ook uit kunnen vallen. Heel logisch allemaal natuurlijk, als je het zo bekijkt. En dan moet hij dan 4 naar beneden. En daar is dan weer de nieuwe spawnplateau. En je kan 7 spawnplateaus maken ofzo. En dan nog net niet tot bedrock. En dan kun je daar zeg maar je collecting chamber maken. En dan ben je ongeveer bij bedrock. Dus
Ja, ze spawnen ook niet boven level 40. Dus vandaar dat we hier level 40, de I-40, dat we daar de eerste plateau hebben gemaakt. Omdat ze hier nog wel kunnen spawnen. Het is een slime chunk. Hoe ik dat weet is dus van zo'n site die slime chunk zoekt. Waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik natuurlijk een slime chunk nodig had. En ik had zoiets van, yup, let's do this. Nou, ik zou hier even laten zien wat nu eigenlijk de bedoeling is. Zodat ik de video kan afsluiten. En niet de hele video, maar een beetje stom loop te graven. Ja, dit is trouwens wel de hele video dat ik loop te graven. Maar ja, in ieder geval, het is niet anders. Het is vandaag eventjes zo. Het spijt me voor de mensen die dat niet zo leuk vinden. Maar ja, dit hoort er ook bij. Dit hoort ook natuurlijk bij survival. Het uitgraven van dingetjes. En in tijdnood, kan ik dit niet offscreen doen. Ik ben al blij dat ik net tijd genoeg had voor die ene fast forward dan. Nou, en dit moeten we dan weer uitgraven zo. En dan komt hier weer, jawel, hier komt dan weer de spawn plateau te zitten. Zo, en dan net zo groot als die ene daarboven. Een driehoog ertussen. That's it! En dan dit is zeg maar een kanaal dat zo naar beneden valt. En dan, dat is een soort van gracht, kan je het wel noemen. En er ligt er water onder. En die water duwt naar binnen. Er liggen een paar hoppers. Er staan twee of drie iron golems die alle slimes doden. En dan de hoppers pakken dan alle slimeballs op. Dat is super nice natuurlijk. Nou, ik laat het hierbij voor vandaag, voor de video. Misschien dat ik straks nog eventjes live ga. Dat weet ik niet zeker. Don't get me on that. Ik weet niet zeker. Ik moet sowieso nog even wat pumpkins meer farmen. Dus dat ga ik sowieso proberen om te doen. Wat pumpkins te krijgen. Offscreen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie de video leuk? Geef natuurlijk een groen duimpje. Vergeet natuurlijk niet om even de first look video te bekijken. Want ja, daar heb ik natuurlijk veel tijd aan in besteed. En het zou super vet zijn als jullie die... ook eventjes willen liken en sharen en misschien favorieten of zo. Oh, nice. Ja, ik ben nu dit aan het sparen. Omdat ik dit dan helemaal vol kan doen. 45 raw chicken. Nice. Als ik nu weer zo doe, dan kan ik weer cooked chicken krijgen. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil raw chicken hebben. Dus dan laat ik ze gewoon voor drinken. Super nice. Nou, in ieder geval, bedankt dus voor het kijken. En vergeet natuurlijk niet eventjes abonneren. En dan tot de volgende keer. Doei! Hallo mensen van Kitty Cell, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag staan wij hier op First Look 2014. Ik ga samen met mijn vader, die nu cameraman is, gaan wij samen verschillende games bekijken en reviewen voor jullie. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden en dat jullie het nice in krijgen. Dus wij gaan nu naar de eerste game toe. Tot zo!